Met dit filmpje neem ik met jullie hoofdstuk 2 van de preventiepyramide door. Ik heb het hier voor me liggen en ik zal bladzijde voor bladzijde aangeven waar onderdelen liggen die je kunt gebruiken in je prestatie. Ik denk dan met name aan de toetsopdracht bij onderwerp 1 en beschrijven van je eigen school. Vanuit dit hoofdstuk kun je in grove lijnen beschrijven hoe je school nu in de maatschappij staat en hoe de collega's in de school, hoe dat hier functioneren. Ik heb het dan over hoofdstuk 2 vanaf bladzijde 59. Ik ga met jullie direct naar bladzijde 61, waarbij het gaat over de betrokkenheid van leerlingen. En leerlingen die worden uitgedaagd door betrokken en betrokken worden bij les en het lesgebeuren. Dat is ongeveer halverwege op bladzijde 61. Daar kun je aangeven of jullie op school op die manier aan het werk zijn. Dus of dat jullie leerlingen betrekken bij het les en het lesgebeuren, zoals ik al heb aangegeven. Maar ook de feedback die leerlingen krijgen, de mate waarin er ruimte is voor persoonlijke aandacht. En of collega's op school dat niet kunnen of niet willen. Of bijvoorbeeld wat je ook wel eens hoort dat zij aangeven van we zijn hier om les te geven. En niet om leerlingen pedagogisch te ondersteunen. Dan maak ik direct de overstap van bladzijde 61 naar bladzijde 64. En daar wordt ingegaan op consensus, dissensus en ascensus. Nou, consensus heeft betrekking op de mate van overeenstemming. Hè, dat je eenstemmig bent, dat je op dezelfde manier denkt. Dissensus heeft te maken met conflict, met strijd, dat je bepaalde machtsposities hebt. En de laatste is ascensus, en dat heeft er betrekking op dat je dat er veel meningen naast elkaar bestaan. En eigenlijk kun je dat zien als de consensus, de oude maatschappij waarin kerk en staat bepalend waren. Dissensus kun je zien als de conflictsamenleving van de jaren 60. En nu moeten we eigenlijk leren omgaan met verschillende meningen die naast elkaar bestaan. En dan staat op bladzijde 65, staat ongeveer halverwege dat je dat er binnen je school, dat er sprake kan zijn dat er mensen zijn die zijn opgegroeid in consensus-samenleving, dat er mensen zijn die zijn opgegroeid in een dissensus-samenleving en dat je nu te maken hebt met een ascensus-samenleving. Dus dat je drie verschillende partijen binnen je school kunt hebben en dat dat gevolgen kan hebben voor de manier waarop je op school naar kinderen kijkt. Dat dat dus heel verschillend kan zijn en dat dat ook een probleem kan zijn. Nou, dan gaan we verder naar bladzijde 70 en 71. Het staat je natuurlijk vrij om onderweg bij die andere bladzijden om ook nog aspecten eruit te halen die voor je eigen school en voor het schrijven van de prestatie van belang zijn. Maar ik haal de hoofdpunten voor jullie eruit. Op bladzijde 71, daar staat bovenaan, staat aangeschreven, bovenaan in de laatste alinea van paragraaf 2.5.1 wordt ingegaan op welke manier er vanuit de verzetscultuur van de jaren 70 op dit moment sprake is van de manier waarop wordt gekeken tegen het veranderende gezag. Dat zou je ook mee kunnen nemen. Verder staat er bij paragraaf 2.5.2, heimwee naar het oude, wordt ingegaan dat de moeilijkheden van, van de actualiteit en die tweespalt in schoolteams. En ik denk dat als je teruggaat naar de consensus, dissensus en ascensus, dat je zelfs kunt spreken van een driespalt. En dit kun je dus van hieruit gebruiken om je eigen school nog te gebruiken. Zij geven hier ook aan
dat die twee spalt waar zij het over hebben, en die drie spalt waar ik aangaf, is gebaseerd op ascensus, op consensus, dissensus en ascensus. De twee spalt waar zij het hier over hebben, is dat je op je school het accent kan liggen op niveau 1 en 2, dus dat je vooral bezig bent om het leefklimaat en de omgeving, om dat te bevorderen. Terwijl een ander gedeelte van je team vooral wil insteken op niveau 3 en 4 en op zoek is naar sancties en manieren van straffen en bijvoorbeeld van het verwijzen van leerlingen op basis van het gedrag dat zij vertonen. Maak ik een redelijke grote stap. Ik ga nu een tien bladzijden verder. Ik ga naar bladzijde 81. In bladzijde 81 wordt ingegaan op de internaliserende ethiek en gezag op school. En dat er dus eigenlijk staat dat er steeds meer scholen problemen met leerlingen hebben die gewoon niet gehoorzamen en waartegen niets helpt. Nou, en daar kun je weer teruggrijpen naar bladzijde 25 van het boek, waar delinquentie wordt besproken. Dat hebben we ook tijdens de eerste bijeenkomst naar voren laten komen. En delinquentie wil zeggen dat er dus weinig verbondenheid is. En binnen de preventiepyramide wordt vooral aangegeven dat je dan op niveau 1 en 2 zou moeten insteken om die verbondenheid te krijgen. Dus dat ervoor zorgen dat je minder last hebt van die leerlingen die zich gewoon niet gehoorzamen. Dat wordt dan nog verder uitgewerkt. Nu moet ik even kijken waar we nog verder iets handigs over kunnen zeggen. Ja, op bladzijde 89, daar in paragraaf 2.7.7, waar het gaat over ouders, kinderen en destructief recht, daar wordt aangegeven, daar wordt in de tweede alinea, wordt de notie van destructief recht gebruikt. Dat er een intrinsiek recht is op liefde, warmte, geborgenheid en genegenheid. Dat er zou zijn. En dat wordt iets verderop nog uitgewerkt met betrekking tot de puberteit. Waarbij kinderen op zoek gaan naar verzet. En dat in die puberteit, dat daar met name kinderen en jongeren het gedrag tot uitdrukking brengen dat een spiegel is van hetgene wat ze in het voorgaande hebben gekregen. Dus hier wordt gesteld dat wanneer leerlingen minder goed zijn behandeld, dat zij in die periode zich ook verzetten, omdat zij dan vanuit dit idee het recht hebben om dat gedrag dat ze toen hebben ondergaan, om dat dan nu ook te tonen. Dus je neemt eigenlijk je verleden mee in je gedrag en in je gedrag naar school. En dat wordt dan het destructief recht genoemd. En het destructief recht in het dagelijks leven en in andere situaties. En je zou dat dus kunnen gebruiken om het gedrag van de leerlingen, om dat te onderbouwen. Dat je dat ziet en dat vanuit dat oogpunt een reden zou kunnen zijn waarom leerlingen zich zo gedragen. Nou, als ik het goed heb, dan is dit in principe de kern van dit hoofdstuk. Nou, nog één dingetje wat ik naar voren wil halen. In paragraaf 2.8 wordt ingegaan op existentieel leren. Nou, daar wordt aangegeven dat deze vorm van leren, dat je die kunt zien als een leerproces. En dat je dat leerproces als schoolzijnde moet ondergaan samen met je leerlingen. En dat wordt in
dit hoofdstuk of in deze paragraaf wordt dat beschreven. En je kunt dit gebruiken om aan te geven in hoeverre je school hier al dan niet mee om zou kunnen gaan. Dus die paragraaf 2.8 is er eentje waarbij je aan kunt geven in hoeverre je school hiertoe in staat is. En dus in hoeverre je school in staat is om te anticiperen op de veranderingen in de samenleving. Nou, dat was wat mij betreft hoofdstuk 2. Als jullie hier nog vragen over hebben, dan kun je die natuurlijk stellen en dan kunnen we daarop ingaan. Succes!